Ja, we staan hier op een bekende plaats in Zuilichem, langs de N322. Een gebouw waar iedereen vast en zeker wel eens een keer een feestje gevierd heeft. Aan die feestjes gaat binnenkort een einde komen, want de eigenaar, CQ, projectontwikkelaar, die willen de hele zaak plat gaan gooien. En daarvoor in de plaats moet een appartementencomplex gaan komen, waar meestal Poolse arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden. En dat zijn er zo'n 300. En dat is toch een behoorlijk groot aantal voor een dorpje als Zuilichem dat maar amper 1000 inwoners heeft. En de meeste inwoners die zijn het er dan ook helemaal niet mee eens. En dat gaan we zo meteen horen. Ja, we staan hier inmiddels bij Stef de Tech, een steriel kanselaar. Mooi gebouw hierachter. Ja, een mooi gebouw. Het zou heel uitermate geschikt zijn voor heel andere doeleinden dan het huidige doel wat de gemeente ermee heeft. Maar ja, we weten het niet. We staan in afwachting van wat er allemaal gaat gebeuren de komende maanden in de gemeente Zaltbommel. Ja, want jullie staan hier namens een groep Zuilichems die ontzettend verontrust zijn wat hier gaat komen. Ja, inderdaad. De plannen zijn om hier dat gebouw waar toch heel veel mensen leuke feestjes en dingetjes hebben gehad, plat te gooien en daar een gebouw neer te zetten om arbeidsmigranten te huisvesten. En het is niet zomaar een paar arbeidsmigranten, maar er zijn er heel veel. Men praat over aantallen van 300 tot 400 arbeidsmigranten die hier gehuisvest zouden worden. Naast de hele vele arbeidsmigranten die we al hebben en gaan krijgen in Zuilichem, vanwege de nieuwe kast die er nog gaat komen, waar plus minus 300 arbeidsmigranten gaan wonen. En momenteel wonen er ongeveer 100 tot 150 arbeidsmigranten in Zuilichem. Ja, nu zijn het nog plannen. Jullie hebben al een keer inspraak gehad bij de gemeente. Hoe is dat verlopen? Wij hebben als partij hebben de mogelijkheid gehad om in de inspreekavond ons zegje te doen. Daar hebben wij aangegeven dat de gemeenschap het er absoluut niet mee eens is. De grote zorgen die hier lopen zijn van ja, wat gaat men doen met die mensen in de vrije tijd? Hoe waarborgen we dingen als zondagsrust? En wat geeft het eventueel voor overlast of andere perikelen, om het maar netjes te zeggen, voor het dorp Zuilichem? Het is niet iets 700 arbeidsmigranten op een dorpje van een kleine 1700 inwoners. Dat is heel veel. Ja. Wat zijn nu de concrete plannen van de gemeente? Wat gaan ze nu verder doen? Nou, ze willen een informatiebijeenkomst houden, toch nog. Nadat we eigenlijk al tijdens de carousel hebben aangegeven dat er geen draagvlak is en dat men het gewoon helemaal niet wil. Die informatiebijeenkomst die houden ze op 4 oktober in Gambora, 's avonds vanaf 8 uur. De aanwezigheid dat willen ze doen op basis van inschrijvingen, zodat men een beetje in de gaten kan houden hoeveel mensen dat men verwacht en hoe dat ze dat met de beveiliging doen. Wij hadden zelf ook al aangegeven dat we eigenlijk liever als inwoners van hier het mooie dorpje Zuilichem niet naar Gameren willen. Maar ze hebben aangegeven dat vanuit de beveiligingsmaatregelen en dat soort dingen het gewoon niet mogelijk was om het ergens in Zuilichem te doen. Ja. Wat verwachten jullie van deze avond? Wij hopen dat de politiek gaat luisteren naar de gemeenschap en dat ze echt de plannen hopelijk van tafel af gaan gooien, zover ze niet op tafel staan. Men zegt allemaal dat het voorlopig een akkoord is gegeven voor het plan wat er ligt. Maar er is wel stilaan een beetje het gevoel dat eigenlijk het besluit al genomen is. En dat het nu een beetje is van we houden de mensen nog even een tijdje aan het lijntje. En dan dadelijk is het toch in één keer de handtekening is gezet en het besluit is genomen. En dat hopen we te voorkomen door onze actiegroep. Ja. Stel dat het niet doorgaat. Waar moeten dan die arbeidsmigranten blijven? Wij denken dat het een prima oplossing blijft om de arbeidsmigranten, net zoals bij de nieuwe kas, gewoon op de locatie zelf te huisvesten. Dat hun zelf de controle hebben over de mensen die daar werken. Ja, als laatste, alle mensen het Zuilichem moeten eigenlijk naar die voorlichtingsavond komen, denk ik, hè? Ja, dat zou fantastisch zijn als we daar met heel velen zijn. Het zal niet mogelijk zijn om alle inwoners daar te krijgen, want dan is ook die locatie weer te klein. Maar hoe meer mensen, hoe beter. Wat we wel hopen is dat de mensen beseffen dat we daar ons eigen moeten gedragen zoals het is. We mogen daar staan voor ons dorp, maar mensen, gebruik het verstand en laat je mond spreken en niet de rest van de gebaren en andere mogelijkheden die zich aan kunnen dienen. Dus gebruik je verstand en praat met je mond. Ja, en jullie gaan net zo lang door tot het nodig is. Uiteraard. Heel veel succes. Dank u wel.